Is een wettelijk verbod op het zelfmoordpoeder haalbaar? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Er moet een wettelijk verbod komen op het zogenoemde zelfmoordpoeder dat de afgelopen tijd door de toedoen van coöperatie Laatste Wil in de belangstelling is gekomen. Dat zeggen de ouders van Ximena Knol, het 19-jarige meisje dat vorige maand overleed door het innemen van een soortgelijk middel. In de studio heb ik Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid van de SGP. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteren heeft u bezoek gekregen van de ouders van dit meisje. Ja, die zijn op bezoek naar alle fracties in de Tweede Kamer geweest, ook bij u. Wat hebben ze u verteld? Nou, eigenlijk nog eens een keer speciaal hun verzoek onder de aandacht gebracht, zoals ze dat heel breed gedaan hebben. En bij ons vond dat onmiddellijk gehoor natuurlijk, want toen ruim een jaar geleden dat hele gedoe over zelfmoordpoeder en alles wat daarmee samenhangt in het nieuws kwam. Toen hebben we als SGP onmiddellijk daar mondelinge vragen over gesteld. Ja. De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, die was zeer afhoudend. Dat kunnen we niet. De huidige minister is, toen dit opnieuw aan de orde kwam, de zelfdoding van Ximena in het nieuws kwam, toen hebben we daar opnieuw vragen over gesteld. Een debat aangevraagd. Eindelijk lijkt er wat beweging in te komen. Het is vreselijk om te moeten zeggen, maar zoiets moet blijkbaar gebeuren voordat collega's, politici bereid zijn om er überhaupt maar over na te denken. Ja, want die ouders zijn ook bij andere fracties geweest. Wat hebben ze daar te horen gekregen? Ik heb daar geen terugkoppeling van gehad. En het is altijd een gesprek tussen fractie en bezoeker dan natuurlijk. Dus als ze daar zelf geen mededeling over doen, dan weet ik dat ook niet. Ja, maar de andere fracties zijn wel altijd terughoudend geweest om hier een mening in te, een stelling in te, op te ja. nemen. Nou ja, wat ik net zei, dus al zelfs terughoudend om erover te praten. Ja. Dus de eerste keer dat wij een debat aanvroegen, dat was naar aanleiding van die berichtgeving rond die coöperatie Laatste Wil. En alles wat daarmee samenhangt trouwens. Hoor. Er speelt natuurlijk nog veel meer ook in het kader van wat men dan noemt voltooid leven enzovoorts. Mensen die naar buiten treden met allerlei mogelijkheden. Ja. Toen werd het debat niet gehonoreerd, dat verzoek om een debat te houden. Dat is dus nu wel gebeurd. Dus ik denk dat binnen een paar weken ook een debat daarover zal plaatsvinden. Nou, we gaan dat dan in de gaten houden. Nou is het wel zo dat afgelopen maandag de coöperatie Laatste Wil heeft aangegeven te stoppen met het verstrekken van het middel. Ja. Is het dan nog wel nodig? Ja, zeker. Zeker. Het gaat niet alleen om een middel, want Ximena had ook niet dat middel verstrekt gekregen, maar die had op basis van informatie die coöperatie onder andere verstrekt, geanalyseerd van oké, dat is dan dit product. Ja. Als ik dat tot me neem, dan maak ik een eind. Er gaan op internet heel wat verhalen eronder welke middel dat zou zijn. Dus het debat, het gaat niet alleen over verstrekking van het middel, maar het gaat ook over het aanzetten door middel van voorlichting van hoe je het zou kunnen aanpakken. Ja. En tegelijkertijd, dat is ook een beetje het dubbele, voert het kabinet wel een zelfdodingspreventiebeleid. Daar heeft de SGP ook in het verleden sterk op aangedrongen dat dat moest komen. En dat schuurt gewoon. Ja, tussen zelfbeschikking en zelfdoding, daar schuurt het dan. Ja, het is volgens sommigen moet dat gewoon. Is dat een consequentie van zelfbeschikking? Ja. Maar als je kijkt hoe kwetsbare mensen, soms jonge mensen, hoe die in plaats van geholpen te worden, op die manier als het ware verder de afgrond in worden geduwd. Hier moet je als samenleving moet je maatregelen durven nemen. Ja. En dus ook voorlichting daarover. En daarnaast, OM is natuurlijk een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen coöperatie Laatste Wil. En we vinden dat dat ook gewoon uitgewerkt moet worden. Ja. Nu is dus binnenkort dat debat hierover. Is het dan haalbaar om dat poeder of om dit te gaan verbieden? Of in ieder geval de voorlichting er al over te gaan verbieden?
Ja, of dat politiek haalbaar is, daar kun je terecht vraagtekens bij zetten. Maar het gaat er ook om dat je alleen al door zo'n debat het signaal geeft in de richting van de samenleving van mensen, dit is niet normaal. Ja. Wij moeten een andere weg inslaan. Kijk, en als het zou worden verboden, dan ben je er nog niet mee om het in Nederland te verbieden. Want ze importeren het uit China, bij wijze van spreken. En ja, om dat allemaal voor te zijn. Dat is een kunst apart, om het zo te zeggen. Maar het gaat ook om de signaalfunctie daarvan. Ja. Dit moeten we met ons allen niet normaal gaan vinden. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Iets anders waar de Tweede Kamer over gesproken heeft en waarvan ze ook zeggen, ja, dit is niet normaal, is de uitspraken van de zogenoemde haat-imam. Ja. Een omstreden imam die uitspraken heeft gedaan rondom de burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Ja. Een afvallige zou het zijn volgens deze imam. En nu moet volgens minister Grapperhaus wil die gaan kijken naar het strafrecht of daar toch nog wat scherper op kan worden toegezien. Een goed plan? Ja. Nou, ik denk dat het een heel goed plan is. Kijk, als wij vanuit onze westerse cultuur iemand een afvallige noemen, dan is dat een constatering zonder verdere consequenties. Behalve misschien in de sociale sfeer. Maar als een imam constateert dat iemand een afvallige is, dan heeft dat verstrekkende consequenties. Want dat betekent in feite, al wordt dat misschien niet letterlijk zo gezegd, maar in feite doodswaardig. Hè? Dus eigenlijk is het een soort doodvonnis wat uitgesproken wordt. Kijk, en dan kun je je verschuilen achter, ja, maar hij zegt alleen maar een afvallige. Ja, hij zegt dus in feite veel meer. Ja. En dan heb je het dus over een terrein dat zich buiten de vrijheid van meningsuiting beweegt. Namelijk oproep tot geweld. Ja. Maar gisteren hadden we hier over hetzelfde onderwerp dominee Kees van Velsen. En die zegt van ja, maar als we hier zo aan gaan tornen aan dat dit ook al strafbaar zou moeten zijn, dan gaan we tornen aan onze vrijheid van meningsuiting. En dan wordt het gevaarlijk. En ook voor predikanten van christelijke signatuur. Ja, met alle respect, maar ik denk niet dat je door die overwegingen je keuze moet laten bepalen of je wel of niet optreedt. Wat ik net al noemde, het woord afvallige heeft bij ons een andere lading dan in zo'n preek van een haatimam. Daar impliceert het eigenlijk een doodvonnis. Als wij dat doen, is dat niet het geval. Maar zou de wet dan niet later, mochten de tijd verstrijken, we weten niet meer van dit voorbeeld, dat dan de wet dusdanig gebruikt gaat worden dat ook christelijke predikanten de mond gesnoerd worden? Ik denk dat het sowieso voor christenen, of je predikant bent of niet, altijd van belang is dat je je woorden zorgvuldig weegt. Hè. Dat is wegen op een goudschaaltje, zonder in een kramp te schieten overigens. Dat is een vereiste los van geboden en verboden verder. Zoiets tegen je gebruikt kan worden, ja, dat kan, maar dat kan zo zijn. Maar als je daardoor dit soort uitwassen in feite, oproepen tot geweld, niet aanpakt, dan weet je zeker dat je ellende krijgt en dat het van kwaad tot erger gaat. Ja. En daarom is het denk ik heel goed dat de minister ook gezegd heeft van ik ga er nog eens even heel zorgvuldig naar kijken. Kijk, je wilt niet dat die vrijheid van meningsuiting onnodig wordt ingeperkt. Maar we hebben wel altijd gezegd, en dat is in principe in de breedte van de samenleving, vindt dat zijn weerklank, het heeft wel grenzen. En die grenzen is onder andere oproepen tot geweld. Doodsbedreigingen en maar dat is nu al strafbaar. Dus daar hoeft de wet niet voor opgerekt te worden. Nee, maar het gaat wel om de interpretatie daarvan. Hè? Ja. Als iemand een afvallige wordt genoemd in een islamitische preek, dan moet je de vraag stellen van is dat toelaatbaar gezien het feit dat dat impliciet een oproep tot geweld is. Ja. En ja, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Maar daar hebben we het strafrecht voor. En ik denk dat dat een hele goede start is om daar in ieder geval eens goed naar te kijken. Ja. We gaan het in de gaten houden. Een oproep tot geweld werd er ook gedaan, of misschien wel richting een Joodse vrouw in Parijs, die afgelopen week op een afschuwelijke manier is vermoord, doodgestoken, daarna verbrand. Een Joodse vrouw heeft een vernietigingskamp overleefd, een nauwe nood, en moet dan op een hoge leeftijd zo tot een einde komen. Afschuwelijk. Ja, dat is gruwelijk. Het is, maar ook hier heb je iets. Je ziet hier
het resultaat van jarenlang wegkijken. Ja. Het komt niet zo vaak in het nieuws. Maar in Frankrijk bestaat de laatste decennia gewoon een traditie van antisemitische moorden. De meest gruwelijke, dat zegt niemand in Nederland, denk ik nog wat. Maar dat is bijvoorbeeld in 2006. Ilan Halimi, naar hem is inmiddels een park in Parijs vernoemd. Die op een gruwelijke manier wekenlang gemarteld is en letterlijk gebroken is. En uiteindelijk, en men eiste losgeld in de veronderstelling dat die familie rijk was. Uiteindelijk is die als afval aan de kant van de weg gedumpt en daar is die gevonden. Maar eigenlijk was hij niet meer te redden. En in dat patroon past ook de moord op deze 85-jarige vrouw. Ja. Doodgestoken, huis en zijzelf in brand gestoken om het te verhullen of wat dan ook. Ja, ik denk dat het, ja, dat het heel goed is dat nu in Frankrijk gisteravond een massale optocht heeft plaatsgevonden. Duizenden mensen op de been. Ja. Een betoging tegen antisemitisme heeft plaatsgevonden. En dat ook de Franse president zich heel uitdrukkelijk tegen het kwaad van antisemitisme heeft verklaard. Daarmee heb je het niet uit de weg geruimd. Maar daarmee heb je wel een signaal afgegeven van mensen, dit is niet normaal. Wij accepteren het niet. En we weten ook in welke hoek de daders gezocht moeten worden. Ja, daar moet gewoon tegen opgetreden worden. Want ook in Nederland komt dit veelvuldig voor. Een aantal weken geleden kwam het Syrië nog met het monitor antisemitisme, waar weer meer geweld is tegen Joden. Merkt u dat klimaat in Nederland ook steeds sterker wordt, dat we dus inderdaad dat maar geaccepteerd wordt, antisemitische geluiden? Ja, nou, we hebben regelmatig contact met mensen vanuit de Joodse gemeenschap. En het begint eigenlijk heel subtiel. Hè? Met als gevolg dat je als Joodse jongen dan maar niet meer met een keppeltje op over straat loopt. Het begint met minachtende woorden via Twitter die signalen die komen wel steeds vaker voor. En dat is verontrustend. Want kijk, antisemitisme, een moord, een antisemitische moord zoals dat in Frankrijk heeft plaatsgehad, dat staat nooit op zichzelf. Zoiets heeft een maatschappelijke bedding nodig, waarin kritiek op Israël, kritiek op het zionisme, anti-Joodse kritiek, allemaal op één hoop wordt geveegd. En waarbij het normaal wordt gevonden om het Joodse volk aan te vallen. En dan moeten we elke keer weer van kwaad tot erger. Ja, en dan moeten we elke keer weer tegenspreken dat dit niet is wat we willen. Precies. En dat dit niet goed is. Dat is de enige, daar begint het mee. Ja. En ook als er aanleiding toe is, gewoon een stevige strafrechtelijke vervolging met een stevige veroordeling. Oké. Dan nog tot slot het referendum. Vanmiddag werd de uitslag definitief. Ruim 49 tegen, 46% voor. SGP gaf het advies om voor de wet te stemmen. Ja. Snapt u de tegenstem uiteindelijk wel? Jawel. Alleen ik vond wel dat de propaganda van de tegenstemmers wel een heel vertekend beeld gaf. Hè. Ze framden het als de sleepwet. Ja, kijk, deze wet hebben de inlichtingendiensten nodig om gewoon ook met de moderne digitale media die de laatste, 10, 15, 20 jaar zich op grote schaal ontwikkeld hebben, om ook daarmee op die terreinen hun werk te kunnen doen. Hè? Ja. Dus aanslagen kunnen voorkomen en terroristen stoppen. En daar kan dus op enig moment bij horen, met grote waarborgen omgeven, dat er massaal gesleept wordt, hè? Dus gegevens verzameld wordt. Onder hele strikte waarborgen is het. Maar ik denk dat ook gezien die uitslag, dat er nog even goed naar gekeken moet worden. Het rapport van de CTIVD, dat is een van die toezichthoudende instanties op de algemene de inlichtingendiensten, die geeft dat ook aan. Naar dit punt moet nog even goed gekeken worden. Nou, dat gaat het kan de wet alleen maar beter van worden. Dus. Ja, we gaan het, maar wij blijven voor. Dank voor uw toelichting. Dank voor de komst naar de studio. Roelof Bisschop van de SGP. U bedankt voor het kijken. Dan zijn we er morgen weer met een speciale Goede Vrijdag uitzending. Tot dan.